vooral te maken heeft door een stuk cultuuromslag. Dat de wereld steeds. Er komen steeds meer prikkels, er is steeds meer informatie, er is steeds meer afleiding. Dat überhaupt met de complete technologische ontwikkeling van de laatste 10 jaar, dat er steeds meer mogelijk is. Maar dat daarmee dus ook het levenstempo met het jaar hoger wordt. En ja, er is een zeker punt dat. Zeker balans tussen wat jij aan kan en wat er in je omgeving gebeurt. En als de wereld steeds drukker wordt, dan gaan er steeds meer mensen omvallen. Want wij zijn gewoon niet gemaakt om 24/7 te functioneren. Terwijl de digitale wereld dat absoluut doet. En wij moeten dat wel bijhouden voor ons gevoel.